deze video laat je zien hoe je de Ring Video Doorbell 2 bevestigt als je de videodeurbel wilt verbinden met de bedrading van jouw interne deurbel. Volg deze instructies op als je wilt dat jouw eigen interne deurbel afgaat wanneer iemand op het knopje drukt van de Ring Video Doorbell. Dit is de accu. We raden je aan om de accu volledig op te laden voordat je de Ring Video Doorbell installeert, zelfs als je Ring wilt aansluiten op de bedrading van je huidige deurbel. Door de Ring Video Doorbell 2 aan te sluiten op de bedrading van jouw huidige deurbel, zorgt dit ervoor dat je eigen bel afgaat. Stop de oplaadkabel in de accu. Tijdens het opladen zullen het rode en het groene lichtje oplichten. De Ring Video Doorbell 2 is volledig opgeladen wanneer alleen het groene licht aanstaat. Schuif de accu terug in het compartiment. Je hoort een klik wanneer de accu goed is bevestigd. Voltooi voorafgaand aan het monteren eerst de in-app configuratie. Doe dit binnen in de buurt van je wifi-router. Schakel voor de installatie de stroomtoevoer van de meterkast naar de bedrading van de deurbel uit. Verwijder je huidige deurbel en maak de bedrading los. Als je hulp nodig hebt, raadpleeg dan de instructies in de handleiding. Gebruik jouw Ring Video Doorbell om te markeren waar je Ring gaat bevestigen. Als je de Ring Video Doorbell 2 wilt bevestigen aan een gestukte muur, een bakstenen muur of een betonnen muur, gebruik dan de meegeleverde boor om gaten te boren. Stop vervolgens de meegeleverde muurplug in de door jou geboorde gaten. Als je de Ring Video Doorbell wilt bevestigen aan een houten muur, dan hoef je geen gebruik te maken van de meegeleverde muurplug en kun je de videodeurbel direct vastschroeven. De ideale hoogte voor het bevestigen van Ring is 120 cm vanaf de grond. Je kunt ook nog de meegeleverde opzetstukken voor hoeken monteren. Met behulp van de opzetstukken kun je een optimaal gezichtsveld en een beter werkende bewegingsdetectie creëren. Sluit nu de bedrading aan. Als je Ring aansluit op de oorspronkelijke bedrading, dan heb je een transformator nodig met een voltage van 8 tot 24 VAC. Als je Ring direct aansluit op een transformator, is een elektrische weerstand nodig. Houd er rekening mee dat de meeste intercoms en DC-transformatoren niet ondersteund worden. Als de oorspronkelijke bedrading te kort is, dan kun je de bedrading verlengen met behulp van de meegeleverde draadextensies. Je kunt de uiteinden van beide draden verbinden met behulp van kabelmoeren. Je kunt de uiteinden van beide draden bevestigen door de uiteinden bij elkaar te houden en een draadmoer over de uiteinden te zetten. Draai vervolgens de kabelmoer met de klok mee totdat ze vastzitten. Draai de schroeven aan de achterkant van de videodeurbel los en schuif de platte connectoren erachter. Draai de schroeven weer vast na het verbinden van de draden om een goede verbindingskwaliteit te verzekeren. Als je de Ring videodeurbel wilt verbinden met een digitale bel, moet je de diode installeren. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding. Als je een mechanische bel hebt, installeer dan de diode niet. Dit kan je bel beschadigen. Stop vervolgens alle draden en kabelmoeren terug in de muur. Bevestig vervolgens jouw ringdeurbel met de bijgeleverde schroeven. Bevestig vervolgens de Ring Video Doorbell cover door deze in de houder te schuiven en hem vast te klikken. Ten slotte gebruik de stervormige kant van de schroevendraaier om Ring vast te zetten met een van de meegeleverde security schroeven. Schakel de stroom weer in. Het lampje aan de voorkant van jouw Ring Video Doorbell zal nu oplichten. Gefeliciteerd! Jouw Ring Video Doorbell is nu klaar voor gebruik.